Dus oké, jongens, nou. Dus wat hebben we nu? We hebben dus nu een hele lading goede gear en spelletjes en weet ik het wat. Ik had dit trouwens ook gewoon erin kunnen laten zitten, maar het zal wel. Ja, dus een beetje de laatste items laten we hier nog even inzetten, dat zal wel. Wat ik dus nu ga doen, is ik ga in de potion chest kijken. We hebben 1 gravity dingen, dus we kunnen 3 minuten lang kunnen we gaan kijken voor Floating Islands. En als ik dat heb gedaan, dan gaan we door naar een nieuwe wereld op zoek gaan naar dat ene item. Voor, hoe heet het, om te combinen tot betere boots. En dat is het laatste wat we doen in deze sessie. Dus oké, nou. Daar gaan we. En oké, we gaan op zoek naar Floating Islands. Dus hopelijk vinden we er een paar. Oké, oh man, moet je kijken hoe slecht het wordt geüpdate eigenlijk. Holy crap. Voor wat ik kan herinneren werd het wel iets beter geüpdate. En we hebben nog niet de slime erachteraan. Oh, zo cool dat ding. Dus oké. Zo, dus we gaan gewoon volledig een kant op. Ik let een beetje op mijn tijd. Voor het geval dat het opeens dat ik te weinig dingen heb. En, oh, we hebben een, is het een eiland of is het een, nee, dat is een Sky Lake dit. Oké, en dit is de bodem ervan trouwens, dus oké. Flop, oké, dus we hebben al Sky Lake, dus dat is nice. Dus als we ooit iets moeten vissen in de lucht, dan kunnen we dat hier doen. En het is best een grote volgens mij, of lijkt het maar zo. Oké, fuck die star dan maar. Wacht, wat gebeurt als ik trouwens even een aanloopje doe? Ga ik dan ook even sneller? Oké, nou, dus dat is de eerste Sky Lake. En de reden waarom ik dus naar de Sky Islands wil gaan is voor, ja, gewoon voor de items die in die dingen zitten. Dus ik weet niet eigenlijk wat ik het beste wil. Ik denk dat de beste misschien is de... Misschien het zwaard... Crap. Oh, nog een ding, oké. Misschien het zwaard is het beste? Of, ja, ik zat ook te denken aan de Lucky Horseshoe, maar dat hebben we niet nodig als we uiteindelijk dingen hebben. Hoe heet het? Wings. Dus, maar we zien wel. Kijken we of we er iets interessants uit kunnen vangen. En misschien dat er ook trouwens een beetje ruts neerstort op een van die dingen. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Dus ja. Oké, en terug naar beneden. We hebben nog... er staat nog 1 minuut, maar dat is dus tussen de 1 en 2 minuten hebben we dus nog. En ik hoop op zijn minst 1 eiland vinden. We hebben nu 2 Sky Lakes gevonden, maar nog geen eiland. Dus, en het gaat zo een heel raar eruit zien op de map. Dat weet ik sowieso. Oh, yeah, we hebben er 1. Nice. Oké, there we go. Nou, laten we eens kijken wat hier allemaal in zit. Voor interessante loot. Ben benieuwd. Oké. Nou, en we gaan een beetje snel eroverheen. De Lucky Horseshoe. Sweet. Oké, dat is alles. Hebben we niet toevallig een extra ding gekregen? Nope. Oké. And there we go. En naar beneden. Oké, dus dat is al 1 Sky Island. En we hebben nog 50 seconden staten. Dus, en omdat we dus nu de Lucky Horseshoe hebben, maakt het eigenlijk niet uit of we of het ding opraakt midden in de lucht. Want dan equip ik het gewoon snel en dan kan ik gewoon vallen. Oké, oh, nu is het echt even donker. Oh. Bijna in de ruimte. Oké, no rare creatures nearby. Dus ja, daarom is dat de reden waarom ik dat heb gekocht. Zodat ik daarop kan kijken af en toe. En, oh yes, nog 1. Oké, dat is nice. En dat is denk ik dan de laatste wat we kunnen gaan doen. Dus 2 Floating Islands en 2 Sky Lakes. Nice. Dus hier zo. Oh, de Star Fury. Wacht, is dat ding beter? Fast speed. Wacht, is dit ding misschien beter dan dingen? Het is niet autoswing, dus dat is irritant. Oh yeah, dit ziet er, dit is al zo cool, jongen. De Star Fury, jongens. Het wapen dat ster uit de lucht laat vallen. Dat veel damage doet, volgens mij. Oh. En landen. Oké, we zijn bij de meteoriet, trouwens. Holy crap. Oké, maar nou, even kijken. Hoeveel doet die sterren? Even kijken. Wow. Als ik een beetje goed hiermee leer omgaan, is dit misschien nog wel het beter wapen dan een Muramasa. Tenminste, vooral voor hier op de oppervlakte. Oh, daarom dat ik denk ik een meteorite krijg, omdat ik een paar van die dingen had gemold. Kijk, en als gewoon als wapen doet het niet zo gek veel damage, maar het is beter dan niks. Tenminste, het doet net zoveel damage als mijn axe. En mijn axe die slaat een stuk langzamer. En dan heeft hij ook nog een keer van die sterren. Dus, ja, yeah, I like it. Ik vind het best wel nice. Oké, jongens, nou. Dus was dit. Skymail. Oh ja, de crafting recipe. Kijk, weer een crafting station. Oké, dat was dus als avontuur in de Sky, van de Sky Islands. Dus laten we even kijken op de map. En ja, dit ziet er eigenlijk niet uit, jongens. Dus dat betekent, ik ga het nog wel een keer mooi maken, want ik ben... Kijk, ik ben iemand die gewoon de minimap mooi wil houden. Dus ik wil zorgen dat de hele dungeon echt altijd netjes is uitgezocht. En ik wil dat al die eilanden een beetje mooi zijn een beetje mooi zijn, hoe heet het, op de map er ook gewoon uitzien. Dat het niet zo blokkerig is. Dus dat ga ik allemaal offscreen doen, geen paniek. Maar wat we dus nu gaan doen, jongens, het allerlaatste moment van deze sessie, is ik ga naar de... hoe heet het? Naar een andere wereld. En dan ga ik zorgen dat het de corruption wereld is. Ik weet nog niet of het groot, medium of klein is. Ligt er een beetje aan. Ik zit te denken aan klein eigenlijk. Een kleine corruption world ga ik maken. En dan zie ik jullie daar. En dan gaan wij kijken
Of we daar dus dat item kunnen vinden. Nou, weet je wat? Misschien wel groot doen. Ik weet niet. Jullie zullen het wel zien. Anyway, dan zie ik jullie daar zo in die andere wereld. En dan gaan we op expeditie. En hopelijk vinden we dan zo'n egglet dingetje. Ah, jongens. Nou, dat was een leuk avontuur, zeg. Ja, wat er dus gebeurd is, ik heb dus een Small World Town met mijn Crimson. Ik ben er helemaal door gegaan. En ik heb er geen egglet uit gekregen. En ik heb wel heel veel andere items, dat ik dus hier in mijn inventory heb zitten. Dus wil ik gewoon even aan jullie laten zien. En ja, de reden waarom ik dus jullie de hele footage niet laat zien van die andere wereld is omdat ik echt niks interessants echt vond. Het enige wat ik wel had, maar dat vertel ik gewoon handmatig, is... Ik heb één crimstone blok meegenomen. En wat mijn plan is om in deze wereld, dus de corruption wereld, om daar een vliegend eiland ergens te maken. Redelijk dicht in de buurt van mijn base. En dat wordt een redelijk groot eiland, een stuk groter dan een normaal floating island. Ik denk misschien wel 3 keer zo lang of zo. Maar dat doe ik allemaal offscreen of in een livestream of zo. En dan wordt dat een crimson... hoe heet het? Een crimson eiland. En ik weet trouwens niet zeker of het dan een eiland kan zijn, want... ik weet niet of daar de ding kan spannen. Want mijn bedoeling is om van dit ene blokje, van dit ding, om dan... ervoor te zorgen dat we de Brain of Cthulhu kunnen verslaan in deze wereld. Dat is mijn bedoeling. Dus ik moet gewoon kijken of het een floating island wordt. Het liefst wel. Maar als het niet gaat, als zeg maar de Brain of Cthulhu daar niet kan spannen. Dat het per se in de underground moet. Of in de gewoon lager. Dan moet ik echt een aparte biome maken. En dan moet ik even kijken waar ik dat dan ga doen. Want ik wil wel dat het mooi ingesloten is. Zeg maar dat het niet spreidt en alles. Dus anyway. Dat is mijn idee. En ja, voor de rest heb ik dus een hele lading spelletjes meenomen. En ik dump het gewoon even hier. Dus we hebben jou gehaald, heel wat van jou. Wat hebben we nog meer gekregen? We hebben een strange plan die we zo even kunnen doen. We hebben dus dat ene crimtain blok. Een speer. Wat hebben we nog meer gekregen? Een paar regeneration potions, nog een speer. Dus ja, niet echt zo nuttige dingen eigenlijk, zoals je kan zien. Dit is alles wat we dus hebben gevonden. Uit van die overall chests en sea chests en zo. Dus nog steeds redelijk nice. Want moet je kijken, deze chances zijn niet verkeerd. Maar ja, niks waar we voor kwamen. Dus oké. En 20 gold trouwens, dat is ook heel nice. Want ik vond een coin portal. En daardoor hebben we nu meer dan een platinum. Dus oké. There we go. 1 platinum. There we go. Nice. Dus wat ik nu aan doen jongens is, ik ga weer een Crimtain World aanmaken. En ik ga daardoor. En ik ga dus zo meteen skippen. En als ik terug ben in die Crimtain World, dan weet je dat ik dus een egglet binnenkort vind. En als je me weer terugziet in deze wereld, betekent dat die wereld ook geen egglet heeft. Dus dan weet je dit in ieder geval alvast. Dan zie ik jullie zo weer terug met wat het dan ook gaat worden. Yes! Eindelijk jongens! Oh mijn god, de egglet heb ik eindelijk een keer binnen. En dat zat helemaal in de bodem van deze lange tunnel in de jungle. Van, dit is trouwens een corruption wereld trouwens. Want ik, op een gegeven moment gaf ik het gewoon op om in Crimson World te gaan checken. Want dit is zeg maar niet... de eerstvolgende wereld nadat ik stopte met naast de vorige recording. Ik heb daar weer door een hele small Crimson World gerend. En daarna ging ik dus deze medium world, want dit is dus een medium corruption world. Die ik dus had gerenderd voor de eerste small Crimson World. En ik dacht ik ga hier gewoon een keer kijken en het was maar goed dat ik het deed. Want ik heb eindelijk dat ding. En holy shit man, dit ding was echt moeilijk te vinden. Ik weet echt niet waarom het ding zo moeilijk is om te vinden. Het is echt ongelooflijk. En het is niet eens super nuttig meer. Dat is heel serieus de laatste wereld die ik wil kijken. En anders dan zou ik gewoon hebben gezegd, nee, ik geef het op. Duurt te lang. Maar oké, we hebben hem dus eindelijk. Dus nu kunnen we eigenlijk terug naar onze main world. Dus ja, ik ben blij. En ik heb trouwens ook dit gevonden. Van die climbing claws. Want die kunnen we dus nu combinen met de shoes. Tot ook een leuk item. Dus jongens, daar ben ik zo meteen weer terug in onze main world. En dan gaan we, de shoes en de claws combinen. En dan gaan we... De boots en dan dit ding en de Eclat of the Wind combine. Oké, en het is hier nog steeds aan het regenen zo te zien. Ja, ik ben lang weg geweest. Ik ben naar 3 continenten geweest en alsnog is het hier aan het regenen. Ja, dat is een flinke storm. Maar oké, jongens, we zijn dus terug met de Eclat en de andere dingetjes. Dus we moeten even kijken waar had ik ook weer alles ingezet. Oh, hier zag ik het al. There we go. We pakken denk ik deze wel. Oké. En dan hebben we dit ding nodig. There we go. Een van deze kunnen we wegzetten en dan pakken we de shoes. En oké, dan moeten we hier naartoe gaan en dan kunnen we het combinen. Dus oké. Laten we als eerst deze maar maken. De Tiger Climbing Gear. Geen dingen, dus kunnen we misschien zo eventjes enchanten bij dingen. Bij de Goblin. En de Lightning Boost. En hiervoor deden we het nou, jongens. Dat zorgt voor de Spectre Boost. Is allows to run super fast en flight. En dan dit zijn de dingen met 10% increased move speed. En dan 5%. Dus dit is een lekkere, snelle
Holy shit, hij is al meteen lichtgroen. Oké, okay, dus hiermee zou hij super snel moeten zijn. Dus laten we even kijken hoe snel we zijn. En... ja, dat is redelijk snel. Holy crap, dat is een stuk sneller dan waar ik eerst ging. En het ziet er best wel cool uit, zoals je ook kan zien in dingen. Oké, okay, ik ben blij. We hebben de Lightning Boots. Oké. Okay. En dan gaan we veranderen. De Tiger Claws nog een keer aandoen. Dus dan kunnen we nu dit doen. En oeh, dat ziet er ook cool uit trouwens. Wacht, kan ik dit doen? Arr. Ja, kijk, nu kunnen we dus hier zo op vasthouden en dan zo klimmen. En dan zo. Kijk, nu hebben we in principe de grappling ook niet eens nodig. Dus dat is super nice. Oké, okay, dan gaan we dit nog eventjes bij de die trader gaan we nog even kijken of we nog een leuke dice hebben. Oh, kom hier. En wat krijgen we? Reflective metal die. Wacht, wat verschil is dat met hetgeen wat ik nu heb? Even checken. Dus, reflective metal. Oh, het is gewoon hetzelfde als zwart. Dus, oeh, dan kan ik in principe dit doen. En dan, oh man. Oh, oh man. En dan black boots. Oeh, dit ziet er ook cool uit. Helemaal reflective, maar dan twee verschillende kleuren. Ook wel cool. Wacht, wat gebeurt er als ik als reflective doe met mijn light pad? Oké, okay, het is gewoon heel donker nu. Oké, okay, en nog even één laatste aanpassing. Dit ziet er wat minder uit. Wel iets minder, vind ik. Dus oké. Okay. Nou, dan doen we gewoon wat we dus net hadden. Dus dit. En dan dit. In plaats van het rood hebben we dus nu, ja, hoe heet het? Zwart. En dingen. Dus zetten we voor jou uit trouwens. Wacht, jou. En oh, van die rode klas. Dat is cool. Van die rode klas hebben we nu nog op onze handen. Kijk, dat ziet er wel cool uit. En ik vind het ook vet dat shield zijn we ook. Wacht, kunnen we dat shield niet dingen doen? En dan dit. Een rood shield. Oh, wacht. Een black shield. Of kunnen we hier toch iets anders doen? Wacht. Ja, dat is hoe ik het wou. Dit is hoe ik het wil. Oké, okay, wacht. En dan... ja, dat is hoe ik het wil. En misschien dan de hide ik dit. Ja, yeah, dit ziet er cool uit, jongens. Dit ziet er nice uit. Oké. Okay. Nou, we hebben weer dus een upgrade gedaan. Ik bijna elke episode, bij elke sessie upgrade ik mijn dice wel. Dus, oké. Okay, dit ziet er weer cool uit. We zijn weer een beetje beter geworden. Met de dice. Waar zitten de dice? Oh, god. Heb ik die gegooid? Daar, zo. Oké. Okay. Nou, there we go. Nieuwe dice. Nieuwe setjes. Nieuwe dingen. Heel nice. Dus ja, jongens, dan is dit het volgens mij. Oh nee, wacht, het enige laatste wat ik nog moet doen is even deze dingen up reinforce. Dus deze dingen ga ik een keer reinforce. Hopelijk kost dat. Ai, dat kost nogal heel veel. Weet je wat, dit is goed. Moet je kijken, het is ook melee speed. Wauw, nog meer speed snelheid dingen. Maar dit wil ik nog wel even doen. Jackets. Melee. Kom op, een beetje meer. Meer mana. Come on. Come op, een beetje wat betere. Ja, oké. Okay. Ja, I'll take that. Meer damage. Dat is altijd goed. Meer defense, dat is goed genoeg. Dit maakt nu niet uit. Ja, oké. Okay. Dus jongens, dan is dit het einde van deze episode. En ja, we hebben dus redelijk veel gedaan. Moet je kijken hoe de map eruit ziet. Super cool. We hebben dus de hele underground... Dus we zijn gewoon een stukje de underground ingegaan. En dat ging altijd super slecht. Dus de main underground ging echt heel slecht. Maar we zijn de dungeon in geweest... Best wel grote dungeon op zich. Het is een rare dungeon. Het gaat echt één lange kronkelgang. En ik moet nog een klein beetje kleine puntjes doen. Maar dat doe ik offscreen. Zoals ik zei. We hebben eilanden gevonden. En de jungle hier zo. Dus wat ik ga doen, jongens. Voor de eerste van de episode zijn de volgende dingen. Ik ga dit stuk wat mooier maken, denk ik. Dit nog niet. Ik denk dat ik dit pas ga doen zodra ik wings heb en alles. Dus dat nog niet. Maar ik ga wel zorgen dat ik naar de dungeon ga. En dan ga ik even alle mooie dingen verlichten. En alles goed uitpluizen. Dan ga ik de elevator alvast wat verder maken. Niet helemaal down tot en met de bodem. Ongeveer tot hier, denk ik. Tot en met, zeg maar, een stukje in het lavagebied al. Tot daar ga ik de elevator maken, denk ik. En de rest daarvan gaan we dus maken met jullie erbij in de eerste van de sessie. Want dan gaan we naar hel. En misschien dat ik dan wel al alvast een plek heb waar obsidian is. Mijn ik het past met jullie erbij. En that's it. En ik zit ook al te kijken om misschien redelijk binnenkort dan uitbreiding te doen aan het huis. Misschien dat ik dat doe. Misschien dat ik weer een laag of twee bovenop zet. Dus vier extra huizen. Dat kan ook nog. En de onderkant hier ook wat uitbreiden. Dus kleine uitbreiding aan het huis. Voor de rest is gewoon wat... Wat daar en daar werken. En that's it. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze episode. We hebben redelijk wel gedaan. Onze gear ziet er goed uit. Dus, oh ja, misschien hetgeen we ook de volgende episode kunnen gaan doen. Als hel heel snel gaat, of misschien bedenk ik me. Kunnen we ook nog gaan voor de meteorite om meteorite armor te maken. Maar dat is iets kleins. Dan kunnen we misschien ook die sessie daarna pas doen.
Want ik denk dat de volgende sessie wordt de hel. En de sessie daarna wordt de Wall of Flesh, jongens. Oh boy. Nou, anyway, jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie dus genoten van deze episode. Vergeet natuurlijk nog een like achter te laten. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode. Dus bye bye. En tot dan.